Anders dan bijvoorbeeld de grondwetten uit de revolutietijd was er geen catalogus meer van grondrechten. Er waren nog wel een paar grondrechten, maar die zaten helemaal verspreid over dat document, over 199 artikelen of iets dergelijks, zodat ze ook heel moeilijk te vinden waren. En zodat dus alles wat kon functioneren, werd eigenlijk van zijn functie ontdaan ook door die inrichting van die grondwet. En, en Thorbecke merkte dus aan alles. Die grondwet is niet een. Leidend document dat, de, dat de, de staat vormgeeft, dat het bestuur vormgeeft, dat het bestuur inspireert. Het is een dood uh, uh, stuk tekst waar niks mee gebeurt. En hij vond dat een grondwet wel degelijk een, zoals hij het noemt, nationale kracht moet zijn. Die moet vitaliteit geven aan het, aan het, aan het openbaar bestuur.